Wie kom ik hier tegen bij de opening van de nieuwe Tesla-fabriek die jullie hier achter mij zien? Ongelooflijk groot, twee keer zo groot als de voorgaande, waar de Model X geassembleerd gaat worden. En de capaciteitsuitbreiding is Erik Beers. Erik, jij bent toch gewoon meer een traditionele rijman? Nou, we zijn wel van de speciale afdeling van de RAI. Die gaat over de toekomst. Hè? Oftewel, ik ben kartrekker van het platform Toekomstbestendige Mobiliteit. En daar zijn we dus dat we alle activiteiten op het gebied van elektrisch, maar ook waterstof, maar ook eventueel alternatieve brandstoffen, dat we die gaan stimuleren. Nou, daar zijn we mee bezig. En ik ken hem dus ook omdat hij gewoon van die enorme trucks uitrust elektrisch. De Heineken trucks en dat soort zaken. Dus hij heeft een fabriek die van die trucks ombouwt tot sustainable apparaten. Hey, je was hier vandaag, wat vond je van wie hier zijn en zo en wie hier niet zijn? En het verhaal van Elon en Henk Kamp? Ja, nou ja, kijk, ik vond het toch leuk zien om eigenlijk door een bescheiden man eigenlijk die Elon is eigenlijk. Hè. Hij staat erbij en dan denk je wel een jonge vent nog en heeft toch dit helemaal voor elkaar. Dus dat is toch wel indrukwekkend. Ik vind dat echt boeiend om te zien. En Kamp heeft zich natuurlijk toch wel met deze positieve uitlatingen, heeft hij toch iets neergezet waar je zegt van daar moet hij iets mee doen. Ja. Hij heeft verteld, wij gaan samen met Tesla en Elon gaan wij onze wetten herevalueren op het gebied van autonomous driving. Nou, dat is toch een mooie... Dat zijn allemaal mooie uitspraken. Dus kijken hoe we dat allemaal kunnen realiseren dan. Hè? Ja, in november zit Schulz met hem te lunchen. Okay. Dus dan gaat ze naar Amerika. Misschien moeten wij ook mee naar de handelsmissie. Denk het wel. En dan gaan ze met hem lunchen, dan gaan ze dat even uitwerken. Oké, okay, nou ja, dan wordt het wel wat hoor. En ze gingen met het ministerie gingen ze batterijprojecten doen. Hè? Dus managed storage. Ja, voor thuis. Met zon. Dus dat gaan ze ook nog doen. Ja. Hey, wat voor je, wie waren hier allemaal? Al die mensen, wie waren hier wel en wie waren hier niet? Het leuke is dat toch hier de nieuwe wereld is. Hè? Dat is toch het leuke. Ik ben heel weinig, of eigenlijk geen mensen tegengekomen uit de oude, zeg maar zeggen, de rijwereld. Die autofabrikanten waren hier niet echt. Nee, ik heb ze niet gevonden in ieder geval. Maar het waren heel veel mensen, moet ik eerlijk zeggen. Dus en het is natuurlijk wel een indruk. Het geheel, als je het zo ziet, wat voor een prachtige hal dit is. Natuurlijk wordt die auto niet helemaal in elkaar gezet, maar toch een heel proces wat hier gebeurt. En met alle controles en alle montages van alle essentiële onderdelen. Nou, ik vind het indrukwekkend. Echt leuk. Ja. Echt een serieus bedrijf. Echt een serieus bedrijf. Leuk om te zien hier in Nederland. Ik ken het vanuit de vrachtwagenwereld, vanuit de Scania gebeuren. Nou, zo'n soort sfeer hangt hier ook. Dat is gewoon helemaal mooi. Professioneel, erg mooi. Ja. Dan ben jij een Nissan Leafrijder. Ja. En ga je nou over naar Tesla? Ja, die kans is heel groot. Maar ik wacht nog even op Model 3. Niet de Model X? Nee. Even goedkoop. Hey, worden er nog nieuwe dingen gedaan in de komende tijd? Nou ja, we zijn natuurlijk volop bezig met de vereniging van elektrische rijders op te richten. En daar gaan we 6 oktober live op de Ecomobiel. En het doel is dus juist om dit soort bereiders, allemaal alle bereiders, niet alleen van Tesla's, maar ook van de Leafs, maar ook van alle elektrische auto's eigenlijk bij elkaar te brengen in een forum. Informatie uitwisselen, positieve signalen uitwisselen. Ook dogma's die weghalen, die ook in de elektrische wereld rondhangen. Waar je zegt, jongens, hou op met die onzin. Dat soort dingen ontkrachten. Maar juist ook die positieve dingen met elkaar delen. Want uiteindelijk verkoopt een bereider van een elektrische auto de auto. Ga je ook lobbyen met Kamp en Schulz en zo over allerlei voordeeltjes? Laten we eerst zorgen dat we een serieuze vereniging zijn. En dan, maar is die vereniging er al niet? Zijn er al niet gewoon verenigingen waar allerlei elektrische rijders te samen worden? Of zijn die allemaal meer per automerk? Dat is het probleem. Die zijn allemaal per merk. En die zitten dan over specifiek merkspecifieke dingetjes te praten. Maar we willen juist daar overkoepelend overheen zijn. Mm. En uiteindelijk is dat ook de plek dan waar je dan als ware heen gaat. Op het moment dat je gaat denken van, zou elektrisch wat voor mij zijn? Dan is dat het forum waar je in feite gewoon je eerste interesses kan tonen. En je eerste vragen kan stellen. Ja, maar dat is inderdaad, met die auto, dat is natuurlijk toch wel de Mitsubishi. Mensen zitten bij de Mitsubishi. De Opel Ampera zitten bij de Opel Ampera. Ja. En de Tesla mensen bij de Tesla. En we moeten ook overkoepelend een aantal dingen regelen. Hè? We zijn samen naar Noorwegen geweest en daar heb je een hele actieve elektrische rijdervereniging. En die is ook gewoon met de overheid aan het lobbyen om te zorgen dat het gewoon goed geregeld wordt. En met alle autofabrikanten. Niet individueel, maar een beetje allemaal dezelfde voorwaarden. Ja. Nou ja, dat kan je doen op het moment dat je een serieuze vereniging bent. Met een serieus aantal leden. Hoeveel leden wil je hebben over een jaar? Over een jaar minstens 2000. Okay. 6 oktober bij Ecomobiel gaat van start? Ja, 6 oktober starten we. Dan staan we met een prachtig steentje, met een mooie Tesla erop. Hmm. Wat kost het om lid te worden het eerste jaar? Helemaal niks. Eerste jaar helemaal niks? Helemaal niks. En, dat is gewoon ook, even inschrijven? Het is gewoon inschrijven, meedoen, meepraten, meediscussiëren. En dan gaat de boel leven. En dan krijgen we de boel op de rit. Oké, okay. Dankjewel Erik.